dames en heren, dan gaan wij nu over tot de echte installatie van de wethouders door middel van het afleggen van de eed en of de belofte, al naar gelang de persoonlijke voorkeur vanzelfsprekend van de wethouder in kwestie. Ik wilde dat zo doen dat wij allen gaan staan, dat ik dan de heren successievelijk naar voren vraag te komen hier voor de tafel. Dan zal de griffier met u goedvinden het eedsformulier voorlezen, waarna de betrokkenen hetzij de belofte aflegt, verklaring en belofte, hetzij de eed, en na het afleggen daarvan plaatsneemt in de volgorde van voor deze tafel verschijnen aan deze tafel. En dat betekent dat, als u zou willen gaan staan, ik als eerste de heer Groeneweg vraag om naar voren te komen. Ik verklaar dat ik, om tot wethouder benoemd te worden, rechtstreeks nogmiddellijk, onder welke naam of welk voorwendsel ook, enige gift of gunst heb gegeven of beloofd. Ik verklaar en beloof dat ik, om iets in dit ambt te doen of te laten, rechtstreeks nog middelijk enige geschenk of enige belofte heb aangenomen of zal aannemen. Ik verklaar en beloof dat ik getrouw zal zijn aan de grondwet, dat ik de wetten zal nakomen en dat ik mijn plichten als wethouder naar eer en geweten zal vervullen. Dat verklaar en beloof ik. Kijkers van Look TV, welkom bij deze uitzending. Ja, we gaan kennis maken met de nieuwe wethouders in Schiedam. En we beginnen vandaag met de nieuwe wethouder Groeneweg. Meneer Groeneweg, gefeliciteerd met uw kandidatuur. U bent benoemd. Ja, dankjewel Jan-Willem. Zeer verrassend op zo'n dag toch. Ja. Nou, voor u is het als enige niet nieuw. U bent een aantal jaren geleden ook al wethouder in Schiedam. Waarom heeft u deze functie aanvaard? Nou, Ik zit natuurlijk al heel lang in de Schiedamse politiek, met tussenpozen weliswaar. Maar ik hoop altijd toch maar een bijdrage te kunnen leveren aan de opbouw van de Schiedamse samenleving. En als wethouder kun je daar denk ik heel wat aan doen. Je bent niet als enige die er wat aan kan doen. Maar het is wel een positie waar je wat kan doen om de stad verder vooruit te helpen. En ik moet zeggen, ik ben er door de archiefoproep om eens te kijken hoe lang je familie nu al in Schiedam zit, ben ik erachter gekomen dat deze tak al meer dan 200 jaar in Schiedam zit. Dus het zit ook in mijn genen, de stad. Dus ja, dan moet je er ook iets mee doen en iets aan doen. Even voor de Schiedammers, wat zit er precies in de portefeuille? Ik heb een hele uitdagende portefeuille. De binnenstad is niet zonder problemen. Monumenten, stadspromotie en toerisme. Ruimtelijke ordening, verkeer en vervoer. Schievesten. Ook de markten, laat ik die niet vergeten. Ben ik er nu nog eentje kwijt? Ik dacht dat dit het wel aardig was. Ja. Nou, het is natuurlijk helaas zo dat je niet zeg maar vanaf het begin begonnen bent met deze nieuwe ploeg. Er heeft zich het nodig in Schiedam afgespeeld. De plek waar we nu zitten, dat is de toren waar de angstcultuur heerste. Speelde dat nog mee in uw overweging om deze job te aanvaarden? Ja, want als je het rapport leest waar die term in gebruikt wordt, dan kan je daar niet vrolijk van worden. Dan kun je er ook niet zo overheen stappen. Er moet daar echt heel serieus werk van gemaakt worden. Ik ben dan ook heel blij dat we een CDA-wethouder hebben die daar een hele frisse blik op kan hebben. Die is niet uit zeg maar, de kringen rond en in deze toren. Die krijgt de portefeuille personeel en organisatie. Maar daarmee laten we het niet. We zullen daar echt als college, als collectief echt hard aan moeten werken. En ik moet zeggen, de eerste geluiden binnen de toren, want in de laatste dagen word je natuurlijk toch al regelmatig betrokken bij wat andere zaken. De eerste geluiden vind ik al heel bemoedigend. Het is een klus, maar je ziet ook al mensen zeggen van nou, ja, we beginnen met iets nieuws. Laten we er wat van proberen te maken. En dat vind ik wel heel positief. We zitten ook met een gemeenteraad met littekens. Daar is ook het nodige gepasseerd. Heftige discussies, mensen eens, oneens. Heeft u de indruk dat op een gegeven moment toch wel weer een werkbare situatie gaat worden? Ja, ik vond het debat daarnet over de benoemingen vond ik eigenlijk op allerlei punten al positief. Ja, er is nog wat pijn, vanzelfsprekend. En ik hoop dat op 27 oktober, dan hebben we een raad waarbij ook over de brief die we aan de raad hebben gezonden, over hoe het perspectief er nu uitziet. Ik denk dat in dat debat de partijen ook allemaal de kans krijgen om te laten zien dat ze allemaal aan die stad willen werken. De problemen zijn helaas zo groot dat het geen pas geeft om elkaar op punten vliegen af te vangen. Want we weten dat we gewoon een enorme opgave hebben. En ik zie bij diverse partijen kansen om daar het vizier op te richten.
U heeft er zin in? Ik heb er absoluut zin in. Wens ik u veel succes bij. Dankjewel, heer Willem. De heer Van Oosten. Ik zweer dat ik om tot wethouder benoemd te worden, rechtstreeks nog middelijk, onder welke naam of welk voorwendsel ook, enige gift of gunst heb gegeven of beloofd. Ik zweer dat ik, om iets in dit ambt te doen of te laten, rechtstreeks nog middelijk enig geschenk of enige belofte heb aangenomen of zal aannemen. Ik zweer dat ik getrouw zal zijn aan de grondwet, dat ik de wetten zal nakomen en dat ik mijn plichten als wethouder naar eer en geweten zal vervullen. Zo waarlijk geldt van mij tot wel machtig. Zo, lieve mensen, de volgende wethouder is weer een bekend gezicht voor de Schiedammers. Dat is de heer Van Oosten van de VVD. Meneer Van Oosten, gefeliciteerd met het wethouderschap. Ja, heel veel dank. Waarom heeft u deze klus aanvaard? Ik ben nu anderhalf jaar fractievoorzitter bij de VVD. Daarvoor een aantal jaar raadslid geweest. We hebben nu als gevolg van die Bing-affaire als coalitie toch ook heel intensief met elkaar gesproken de afgelopen maand. En als je dan ziet wat er allemaal, nog intensiever dan voorheen, wat er allemaal op de stad afkomt, wat voor uitdagingen en ook kansen er liggen overigens, het is niet alleen negatief, dan denk ik, nou ja, de bus komt nu voorbij, laat ik dan toch maar eens mijn vinger opsteken. Wat gaat u doen? Wat zit er in de portefeuille? Ik ga financiën doen. Zo even heb ik van mijn voorganger Ad Mostert een heel mooi klein schatkistje mogen ontvangen. Hij stelt dat dat een traditie is. Nou, het kan ook zijn dat hij het hier bij de Curiosamarkt heeft opgetrommeld en een traditie maakt. Maar ik ga financiën doen. Ik ga sport en recreatie doen. Ik ga me bezighouden met het A4-tunneldak, de inpassing van het A4. Heel veel werk in. Grond, deelnemingen, herstructureringen en facilitaire zaken. Maar diezelfde meneer Mostert stelde ook dat er niets, geen geld in het kistje zat. Dat is een beetje symbolisch en toch ook een beetje over de financiële situatie van Schiedam. Jullie hebben als nieuwe club al gelijk gesteld dat er extra bezuinigd gaat worden. Ja, dat hakt er dan wel gelijk in. Dat hakt erin, maar dat is ook noodzakelijk. Kijk, als we de kranten lezen, dat doen wij allemaal. En je ziet al wat er landelijk speelt of Europees speelt. Dan kun je er eenvoudigweg van uitgaan dat je lokaal niet achterblijft. Heel simpel is het zo. En we zullen ons allemaal te harte moeten nemen dat we de komende periode pijnlijke keuzes moeten maken die niemand van ons gewenst heeft, maar die eenvoudig noodzakelijk zijn, wil je een sluitende begroting krijgen. Ja. U sprak er net ook al over het Binkenrapport. Nou, er is heel veel pijn geweest hier op de vloer. Ambtenaren, nou, u kent het hele verhaal. Mensen zijn gekwetst, mensen zijn teleurgesteld. Wat hebben jullie met de club nieuwe wethouders afgesproken? Hoe gaan jullie dat hele verhaal aanpakken? Er is al een weg ingezet. De raad heeft, toen ik daar zelf ook deel van uitmaakte, heeft natuurlijk een motie unaniem aangenomen. Die ook een aanzet geeft aan het college, welk college dat dan ook is, om echt de schouders eronder te zetten. Het vorige college heeft ook de eerste stappen daar ook ingezet. Ik weet dat er een stuurgroep is samengesteld onder leiding van de gemeentesecretaris die hard aan het werk is. Maar daarnaast geldt, als ik gewoon naar mijzelf kijk, daar realiseer ik mij heel goed dat de reden dat ik nu in deze stoel zit en door u geïnterviewd word er ook mee te maken heeft dat deze Bing-affaire op ons pad is gekomen, hoe ernstig ook. En dat betekent dat het een onderwerp is, integriteit, wat de komende 2,5 jaar, zolang als ik hier in ieder geval hoop te zitten, hoog op de agenda moet blijven staan, prioriteit moet genieten, dat de ambtelijke veiligheid wordt geboden, dat politici ook een keer helder wordt gemaakt wat hun positie in het huis is en dat iedereen gewoon zijn werk gaat doen in belang van Schiedam. Hoe moeten de mensen de nieuwe wethouder voorstellen? Wat is uw werkwijze? Nou, mijn werkwijze, ik begrijp dat mijn kamer daar aan de overkant komt. Ik hoop die deur regelmatig toch echt open te houden. Ik ben iemand die transparant is, die open is, die graag ook verantwoording aflegt van wat hij doet. Zo heb ik altijd gewerkt en ik mag toch hopen dat ik zo kan blijven werken. Wij wensen u heel veel succes. Ik ook. Ik hoop u nog vaak te mogen spreken. Dank. De heer Wijten. Ik zweer dat ik om tot wethouder benoemd te worden, rechtstreeks nog middelijk, onder welke naam of welk voorwendsel ook, enige gift of gunst heb gegeven of beloofd. Ik zweer dat ik, om iets in dit ambt te doen of te laten, rechtstreeks nog middelijk enig geschenk of enige belofte heb aangenomen of zal aannemen. Ik zweer dat ik getrouw zal zijn aan de grondwet, dat ik de wetten zal nakomen en dat ik mijn plichten als wethouder naar eer en geweten zal vervullen. Zo waarlijk geldt mij God almachtig.
Ja, kijk eens, en de volgende wethouder is een nieuwe voor mij, een nieuw gezicht, meneer Wijten. Meneer Wijten van het CDA, goedemiddag en gefeliciteerd met uw benoeming. Ja, dankjewel, ik heb er ontzettend veel zin in. Er was een goede kennismaking vanavond met de gemeenteraad, kritisch, maar wel opbouwend, dus lijkt me erg leuk. Ja. Waarom Schiedam? CDA deed een beroep op mij, zocht een wethouderskandidaat die hier een stevige portefeuille wilde gaan doen. En ik heb daar ja op gezegd vanwege de uitdaging, vanwege het verantwoordelijkheid nemen. En dat lijkt me inderdaad ook gewoon erg leuk. Er is heel veel te doen, op bestuurlijk vlak, maar ook inhoudelijk. Ja. En de portefeuille die je krijgt, die leent zich daar ook voor. Ja. Wat gaat u allemaal doen? Wat zit er in de portefeuille? Nou, ik ga onder andere beheren openbare ruimte doen, wonen en dienstverlening. Aanstaande dinsdag de opening van de stadswinkel. Heel erg leuk. Ik hoop dat de burgemeester dat nog wil doen. Maar dat valt in elk geval in mijn portefeuille. Ja. Maar ik ga ook P&O doen. Ja. Personeel en organisatie. Erg belangrijk. Erg hoogste tijd dat daar van alles aan gaat gebeuren. Daar word ik eerst verantwoordelijk voor. Maar ik ga ervan uit dat de andere collegeleden daar gewoon stevig hun bijdrage leveren. Want dat is toch wel een groot issue, geloof ik, hier. Nou, Schiedammers, dat gaat u merken, dat zijn mensen met het hart op de tong. Wordt alles gezegd en dan kan je ook gewoon alles terugzeggen en dan is het uitgesproken. Daarnet was er nog eventjes wat discussie over het feit van, komt u wonen in Schiedam, ja of nee? Nou, daar mag u een jaar over doen om hier te komen wonen. Viel u dat dan toch een beetje tegen dat daarover gediscussieerd werd? Nee, het is heel goed dat erover gediscussieerd wordt. Want dat is niet zomaar een issue. Dat is niet zomaar een onderwerp. Je moet daar gewoon heel kritisch in zijn. Het is goed dat daar kritische vragen over gesteld werden. De vraag was, kom je hier wonen? Nou, 2 weken geleden toen was ik niet eens in beeld als wethouder van Schiedam. En om dan in 2 weken de beslissing te nemen, dat gaat mij te snel, maar dat gaat ook mijn gezin te snel. Dus we hebben gevraagd om die beslissing een jaar uit te mogen stellen. Er zijn regels in Nederland. Dat is heel goed ook. Het is niet voor niks dat wethouders hier in Schiedam moeten komen wonen. Of in elk geval wonen in de gemeente waar ze werken. Maar er is ook een regel die daar ontheffing voor kan verlenen. Nou, van die regel heb ik daartoe verzocht. En voor een jaar heb ik uitstel gekregen. En er staan heel mooie woningen in Schiedam, dus dat zal geen punt zijn. Even het allerlaatste, want jullie zitten op het ogenblik natuurlijk in een heel verhaal van allerlei dingen. Ja, Schiedam heeft niet zo'n prettige periode achter de rug. Er zijn wat behoorlijk nare ervaringen. Onder andere de plek waar we hier zitten, daar was het om te werken niet prettig. Voor de ambtenaren niet prettig. U heeft daar ongetwijfeld over gelezen. Hoe gaat u dat aanpakken? Hoe gaat u dat veranderen? Nou, ik ga in elk geval de suggestie wegnemen dat ik dat in 2,5 jaar wel eens zou kunnen veranderen. Want ik ben hier in elk geval voor 2,5 jaar benoemd. En die periode ga ik ook zeker volmaken. Ik ga beginnen maar eens met mijn eigen bevindingen. U begon met van een nare periode achter de rug. Laten we hopen dat die achter de rug is. Laten we vooruit gaan kijken. Laten we eens kijken hoe we het willen hebben in plaats van gaan kijken naar hoe het was. Want die slechte naam, ja, dat zal. Ik ga natuurlijk daar goed op inwerken. Ik ga ook zelf mijn eigen ervaringen op doen. Ik ga rond. En ik ga vragen, wat vond u ervan en waar willen we naartoe met z'n allen? En dat lijkt me belangrijker dan terug blijven kijken. Ten slotte eventjes om het plaatje mooi te maken. Wat bent u voor een bestuurder? Bent u een man van in het veld? Bent u een bureauman? Ik ben geen bureauman, wil ik van mezelf zeggen. Dat lijkt dan ook het wenselijke antwoord. Nee, ik ga rond. Dat zei ik al, dat doe ik in de organisatie voor mijn portefeuille P&O. Maar beheer openbare ruimte, dat is echt buiten. En ik wil graag naar buiten. Ik wil weten van de inwoners en van de bedrijven wat ze zitten te vinden. Hoe ze vinden dat Schiedam ervoor staat en wat er dan veranderd zou moeten worden. Dus ik zal wel op het gemeentehuis zijn, maar ik zal veel buiten te zien zijn. En in elk geval altijd bereikbaar. Desnoods via telefoon, via Twitter, via web. Blogs. Dat hoeft niet altijd in persoon, maar ik zal heel vaak buiten te vinden zijn. Nogmaals gefeliciteerd en heel veel succes in Schiedam. Dankjewel. De heer Stam. Ik verklaar dat ik om tot wethouder benoemd te worden, rechtstreeks nog middelijk, onder welke naam of welk voorwendsel ook, enige gift of gunst heb gegeven of beloofd. Ik verklaar en beloof dat ik, om iets in dit ambt te doen of te laten, rechtstreeks nog middelijk enige schenk of enige belofte heb aangenomen of zal aannemen. Ik verklaar en beloof dat ik getrouw zal zijn aan de grondwet, dat ik de wetten zal nakomen en dat ik mijn plichten als wethouder naar eer en geweten zal vervullen. Dat verklaar en beloof ik. Zo, de ene wethouder komt, de andere gaat, want er moet natuurlijk ook nog wat gegeten worden. Het wordt al laat op de vrijdagavond. En naast ons ook een bekend gezicht in Schiedam, de nieuwe wethouder Mario Stam. Meneer Stam, gefeliciteerd met uw benoeming. Ja, dank u wel. Wat heeft u doen besluiten om deze functie te aanvaarden? Nou ja, het feit dat er heel veel te doen is in Schiedam en dat er dus op dit ogenblik ook een bestuur nodig is, dat er behoefte is aan wethouders. En ik heb dan maar besloten om het dan toch maar te doen. U krijgt een portefeuille. Wat zit er bij u in de portefeuille?
Nou, daar zit onder andere jeugd en onderwijs in. Daar zit werk en inkomen zit daarin. Daar zit wijkontwikkeling zit daarin. Daar zit het stukje grote stedenbeleid zit daarin. Emancipatie en integratie. En de sociale werkvoorziening niet te vergeten. En daar zit in Europa. Even voor mensen die daar helemaal geen beeld van hebben. Je gaat met de nieuwe ploeg bij elkaar zitten. Die portefeuilles worden verdeeld. Hoe gaat dat eigenlijk in zijn werk? Nou, dat gaat hartstikke goed gaat dat in zijn werk. Want we overleggen gewoon met elkaar wat de kwaliteiten van de betreffende kandidaten zijn. Nou, als je kijkt naar de portefeuilleverdeling nu, dan zie je ook waarschijnlijk dat VVD en CDA ongeveer dezelfde portefeuille hebben gehouden. Dus hun kandidaten pasten ook al goed bij de portefeuilles die ze hadden. En tussen de Partij van de Arbeid en GroenLinks portefeuille is iets heen en weer geschoven. En dat heeft gewoon te maken met het feit dat we de wethouders in hun kracht wilden zetten. En dat die de juiste portefeuilles hadden die goed bij hun kwaliteiten passen. Ja. Nou is het altijd zo, binnen je portefeuille zit altijd een specialiteit waarvan je zegt, daar ligt mijn hart. Zonder de andere onderdelen tekort te doen. Waar ligt uw hart bij uw portefeuille? Dan zou ik zeggen jeugd en onderwijs. En daar valt bijvoorbeeld nog veel aan te doen. Heeft u daar al ideeën over? Nou, er valt ontzettend veel aan te doen, want binnenkort komt het zogenaamde passend onderwijs komt op ons af. Nou, dat is een toch behoorlijke operatie waar ook financieel nog wel de behoorlijke risico's aan zitten. Dat moet de komende periode moet dat goed begeleid worden, zodat dat uiteindelijk op een fijne manier kan worden ingevoerd. Nou, we kunnen niet onvermeld laten dat Schiedam natuurlijk een hele moeilijke periode achter de rug heeft. Het Bing-rapport, alles wat er gebeurd is hier in de ambtelijke toren waar mensen beschadigd zijn, teleurgesteld zijn. Daar kan je niet omheen. Hoe is uw filosofie daarover? Hoe gaat u daar tegenaan? Hoe gaat u daarmee om? Nou, we gaan er als volgt mee om. De gemeentesecretaris heeft al een werkgroep geformeerd die op dit ogenblik een plan van aanpak aan het maken is. We hebben ook een CDA-wethouder die met een frisse blik kan kijken naar de wijze waarop het PNO-beleid vormgegeven zou moeten worden. En wij gaan als college gaan wij daar collegiaal samen met Arie Wijten en de burgemeester en de gemeentesecretaris gaan we ervoor zorgen dat het op een goede manier vorm krijgt. De Schiedammers verdienen dat, meneer Stelm? Uiteraard. Ik wens u heel veel succes en gefeliciteerd nogmaals met dit wethouderschap. Ja, dank u wel. De heer Grijzen. Ik verklaar dat ik om tot wethouder benoemd te worden, rechtstreeks nog middelijk, onder welke naam of welk voorwendsel ook, enige gift of gunst heb gegeven of beloofd. Ik verklaar en beloof dat ik, om iets in dit ambt te doen of te laten, rechtstreeks nog middelijk enig geschenk of enige belofte heb aangenomen of zal aannemen. Ik verklaar en beloof dat ik getrouw zal zijn aan de grondwet, dat ik de wetten zal nakomen en dat ik mijn plichten als wethouder naar eer en geweten zal vervullen. Dat verklaar en beloof ik. Dank u wel. Gaat u zitten. Zo, lieve mensen, de laatste, dat is ook weer een onbekende wethouder van mij. Dat is meneer Grijzen. Hij komt uit voor GroenLinks en hij komt ook van buiten Schiedam. Allereerst van harte gefeliciteerd met het wethouderschap. Dank u wel. Ik neem aan dat het net als voor de andere kandidaten toch vrij snel op uw pad is gekomen. Waarom heeft u het aanbod geaccepteerd? Als je lid bent van een politieke partij en je bent al een tijd lid van GroenLinks, dan ben je dat met idealen. En in mijn geval is dat aan de linkerkant opkomen voor de sociaal zwakkeren. Het bieden van perspectief aan mensen die dat nodig hebben. En vanzelfsprekend ook hebben we het milieuaspect wat we erg belangrijk vinden. En hier in Schiedam ligt daar ook een echte uitdaging. Er zijn delen van Schiedam die het veel beter verdienen dan ze het hebben. En het is de moeite waard om vanuit de politiek mensen te steunen dusdanig dat ze weer kansen krijgen en die kansen ook kunnen grijpen. Nou is het zo dat Schiedam heeft een roerige periode achter de rug. Het vertrouwen moet teruggewonnen worden. De Schiedammers zijn toch een beetje teleurgesteld, laat ik het sympathiek zeggen. Hoe ziet u die aanpak, die weg terug gaan? Ja, ik vind het heel lastig om daar van tevoren op te speculeren. Wat ik wel weet is dat we nu een college krijgen waarvan ik het idee heb dat de chemie goed is. En ik denk dat het heel belangrijk is, denk ik, als je gezamenlijk je schouders eronder zet. Ik denk dat de wil aanwezig is, men gunt elkaar dingen. En ik denk dat het goed is voor de stad. Ik denk ook dat wat ik zie is dat de motivatie van iedereen om voor die stad er echt te staan, dat die echt aanwezig is. En dat is het enige wat we kunnen doen vanuit de politiek. Dus willen we vertrouwen terugwinnen, dat kunnen we alleen maar doen door te laten zien dat we er voor de Schiedammer zijn. Vooraf wordt er altijd een aantal dingen besproken. In uw geval was er eerst sprake van het bekende verhaal van de verhuizing. Komt u in Schiedam wonen? U heeft voor uzelf ook nog daarin iets verteld?
Ja, nou, ik ga mijn best doen vanzelfsprekend om hier een plek te vinden. Ik heb wel tegenover de commissie eerlijk gezegd dat het in deze tijd toch wat lastig is. Ik bedoel, ik heb een koophuis in Rotterdam, in Delfshaven, op het hoogtepunt van de markt gekocht. Zo heel veel zien natuurlijk. Ik kom hier voor 100% werken, maar ik krijg voor 60% uitbetaald. Dus ik ga mijn best doen om binnen die kaders iets snel mogelijk iets te vinden. Maar ik ben bang dat het niet vreselijk makkelijk zal zijn. In ieder geval... Ja, voor mijn inzet voor Schiedam maakt het echt helemaal niks uit. En, Schiedam ken ik al wat langere tijd ook. Dan kom je regelmatig doorheen, doe je mijn boodschappen. Mijn vrouw gaat hier naar de kapper. Ik bedoel, ik wil niet zeggen dat Schiedam geen geheim heeft. Natuurlijk heeft Schiedam heel veel geheimen voor me. Maar het is niet zo dat het onbekend gebied is of iets dergelijks. Dat is absoluut niet het geval. Er is tenslotte, even om het af te ronden, het vervelende stukje. Een aantal politieke partijen dat vindt dat Schiedam best met 4 wethouders af kan. Dat geeft misschien een onbehagelijk gevoel. Of zegt u van, nou, daar kijk ik gewoon heel anders tegenaan? Nou, dat weet ik niet. Ja, dat geeft ook niet zomaar een onbehagelijk gevoel. Ik kan me voorstellen dat soort dingen inderdaad gezegd worden. Vooral omdat je in het verleden ook met 4 wethouders gewerkt hebt natuurlijk. Als ik kijk naar de taken die er liggen. Ja, dus, er is werk zat. Het is wel al zeg. Ik word 60% betaald. Maar er ligt ook voor mij voor 100% werk. En ik ben ook van plan om voor 100% in te zetten. En ik denk dat Schiedam ook voor echte uitdagingen staat. Er moet een keer komen in een aantal sociale kwesties. Er moet een keer komen in de binnenstad. Dat is echt een heel een drama zowat, als je het bekijkt. Daar moet je ook de menskracht voor hebben om dat goed te doen. Daar moet je met elkaar over kunnen praten. Daar moet je slaging kunnen gaan maken. En in die zin ligt er wel veel werk. Wat bent u om het af te ronden tenslotte, want u moet ook een hapje gaan eten. Wat bent u voor bestuurder? Bent u een knopendoorhakker? Bent u iemand die toch weer eventjes nog alles weer nagaat? Bent u een veldman? Bent u een bureauman? Nou, ik kom graag in het veld. Ja. Dus ik kom graag onder de mensen. Ik heb gelukkig ook een portefeuille, een mensenportefeuille, om zo uit te drukken. Met bewonersorganisaties erin, met welzijn erin, met ouderenbeleid erin, met volksgezondheid erin. Dus het is een echte mensenportefeuille. Ik hoop ook veel op straat te zijn en veel onder de mensen te zijn. Dat vind ik belangrijk. Als er knopen doorgehakt moeten worden, dan moet er knopen doorgehakt worden. Daar moet je ook voor durven staan. Je moet ook durven kiezen. Je moet binnen GroenLinks wel zeggen, je moet durven kiezen voor wat kwetsbaar is. En dat betekent ook dat je soms mensen moet teleurstellen. Ja, dat is onvermijdelijk. Maar daar moet je wel heel erg eerlijk in zijn, denk ik. En je moet ook nooit vergeten wat je gedaan hebt. Dus als je dan alsnog een keer een gaatje ziet om iets te doen, dan moet je dat vooral niet nalaten. Wij wensen u ook heel veel succes met het wethouderschap. En bedankt voor dit gesprek. Dank u wel.